thank you for coming so quickly and helping us to get a new plan on place. Okay. Nou, ik geloof absoluut in jullie en in onze show. Het is absoluut goed en het komt zeker goed morgen, dat weet ik. En Marjolein, it's gonna work. Ik heb ze kwast in de hand. Ik ben best handig. Hierboven zien we het huis van de familie van Trapp hangen. Dat is hetgeen wat bij ons een beetje het probleem heeft veroorzaakt in het changeren bij de trekken. Het probleem zat in de software en de aansturing van de lieren die zorgen dat het huis omhoog en naar beneden kwam. Het lijkt erop dat het computerprogramma dat erin zit de vele changementen die we hebben niet aan kan. Dat verklaart de storingen die we de afgelopen tijd gehad hebben. Het heeft met de aansturing van de trekker te maken, of we daar nou iets aan hangen of niks. En het is, wat ik net zeg, het is een Russische roulette en de enige trek of de enige changement waar het echt gevaar op levert, waarvan we gewoon zeggen dat gaan we niet doen, het is onveilig. Dat is met huis. Dus daar moet je de oplossing voor verzinnen. Maar welke consequenties heeft het dan voor Ad? Een maat, misschien twee. Ik denk dat we in principe niks moeten aanpassen en maar even moeten vreubelen. Dan is het morgenochtend de tijd dat we bepalen, klaar voor repetitie. Om te zorgen dat gewoon alles veilig kan verlopen, hebben wij daar vannacht een backup systeem, een spare systeem voor ingehangen, wat wij nu gebruiken. Er is ook een extra persoon voorbij gekomen die tijdens de voorstelling nu aanwezig is, om eigenlijk alleen maar te zorgen dat het chargement van het huis gewoon voor 200% veilig kan heen en weer bewegen. De show is gecompliceerd, de show is technisch enorm. Daar hoort bij dat je tegen technische problemen aan kunt lopen. Liever niet, maar ze kunnen gebeuren. En daarnaast zijn we het oude probleem eigenlijk aan het oplossen, zodat we het backup systeem uiteindelijk weer kunnen vervangen en alles weer terug kunnen brengen in de originele staat. Blijf vertrouwen in de mensen die je om je heen hebt, want het zijn allemaal kanjers zoals Erika Terpstra dat zou zeggen. Het is 5 minuten voor aanvang, dus nu gaan we al het werklicht alvast uitdoen. Normaal gesproken doen we dat bij 1/2 uur voor aanvang, als we maar zeggen het publiek de zaal in komt. Alleen nu omdat het de doorloop is, doen we het maar 5 minuutjes voor aanvang. Dan ga ik even 5 minuten geven aan de kast. Er is een stuk in het, waar Maria, als ze begint van de dag is voorbij, dat die omhoog gaat, dat is de lift. Daar staan wij dan op te dansen in het bal. En ik was eerder op de grond dan dat ik dacht. Ik kwam als dit de bal van mijn voeten, dus ik kwam zo neer en ik ging nog naar voren. Zij is hier verrekt en ik heb een hele harde klap gemaakt. Ik ben wel doorgegaan, het deed wel pijn en hij zag het ook, want ik ging echt zo. Ik zakte een beetje in elkaar. Dit is wat ik wil, dit is wat ik doe. Zo ben ik. Ik ga gewoon door, klaar. Ja, van die voet af. Voet omhoog. Ja. Gaat er vanmiddag iets fout, dan gaan we gewoon door. Jij bent de enige die het stop kan zetten. Dat is goed, ik communiceer met Luc. Laat maar zeggen, als wij iets langer tijd hebben, dat hij het ook iets langer donker houdt voordat hij het licht weer aanzet. Als het gazen vond eruit vliegt in het huis of in de tuin of wat dan ook. Hetzelfde al zou je op je sterfbed liggen, dan ga ik nog op. De 5 minuten van aanvang allemaal. 5 minuten voor aanvang van de doorloop. Nou, gaan we weer terug naar het toneel. Gaan we weer terug op ons plek zitten. Natuurlijk moet ook naar je lichaam luisteren hoor. Dat doe ik ook wel. En ik neem ook genoeg achting om rust te houden. Kijk, vandaag en nu hebben we generalen. Dat is het klote dat er nu een generale is. Maar ik zou toch minder aan moeten doen deze hele week. Om bij de première gewoon zo goed mogelijk te zijn. En daarna. Go! En flight Q 26.5 en font gaat eruit. We zijn wel doorgelopen. Ja, dat is wel fijn. Is perfect. De eerste keer. Eerste keer, absoluut. De eerste doorloop. Ja, de eerste doorloop. Het zit erin, ja, dus. Zet hem op, pak even je rust. Ja, ga ik zeker doen. Ja. Lekker! Lekker! Ja, dat had ik ook helemaal niet gedaan. Nou, is goed, we zijn er nog niet, maar het is wel. Mensen zijn helemaal. Mensen willen wel. Ik sprak een mevrouw die ze nu zouden dus 30 keer gezien, maar dit is het mooiste. Oh! Yes!